gasten in de studio hebt en je zegt van past die muziek erbij, ze vallen er altijd wel naartoe te praten. Dat was even een intern verhaaltje. Go Actueel tot aan 1 uur. Donderdag 18 oktober trouwden Jos van Ginneken en Amber Bindels. Het gebeurde in Etten-Leur. Nauwelijks weer getrouwd en ze zijn al onze gast. Jezus, mijne, jullie stellen je prioriteiten goed wat dat betreft. Dat is niet voor het eerst, maar altijd was het toch eigenlijk wel Jos die uitgenodigd werd, om politieke redenen doorgaans. En nu hebben we eindelijk Amber ook eens officieel de gast. Welkom, Amber Bindels of Amber van Ginneken? Wat is het geworden bij jullie? Van Ginneken Bindels. Toch wel. Ik dacht, dan kan ik het nooit fout doen. Ja, ik vind dat zo mooi, want er zijn vrouwen die houden hun eigen achternaam. Die zeggen, je bent een leuke vent, de hele kerel, maar ik hou mijn achternaam. Dat bepaal ik zelf. Maar jullie hebben dat gewoon op deze manier gedaan, zoals het heel veel gedaan wordt eigenlijk. Ja. Dus ik heb meneer en mevrouw van Ginneken in de studio en mevrouw van Ginneken ben... Oké. Hoe voelen jullie nu, na de 18? Veel verschil? Ja, mensen zijn zo blij als ze het horen. Daar worden wij nog blijer van. Ja, serieus? Ja. Het is wel heel leuk inderdaad. Mensen, we hebben die 18 nu dan meegemaakt. Mm-hmm. Maar mensen waar tegen te vertellen, die komen, oh wat leuk en dit en gefeliciteerd en dat. En voor ons, ja, we zijn inderdaad ook alweer met een heleboel dingen begonnen. En dat mensen daarnaast toe komen van, oh dat jullie hier nu naar de radio gaan. Of dat jullie hier dan naartoe gaan. Of dat je al naar een vergadering bent geweest. Oh, we houden het. Helemaal fantastisch. Maar dat je gedroopt bent, gaat het leven gewoon door. Ja. Ook dat. Maar we hebben de lol nog wel een beetje uitgesteld. De cadeautjes waren door mijn ouders meegenomen naar Terneuzen. Dus die hebben we gisteren met z'n tweeën pas uit kunnen pakken. Oh, ja. Jos was hier de hele week wel en ik was hier niet. En Jos moest zich de hele week inhouden. Een hele grote stapel brieven en van alles en nog wat. Nou, kijk eens aan. Het was een goed feest, het was leuk. Mooie cadeautjes en goede wensen. Nou, dat kan alles niet anders natuurlijk. Hoe belangrijk is het om getrouwd te zijn? Vinden jullie? Amber? Voegt dat iets toe? Wij wilden het heel graag, mm-hmm. omdat omdat wij het ook heel belangrijk vonden om samen aan iets te beginnen of zo. Om een soort begin, een soort startschot te geven officieel. En omdat we ook heel graag de zegen wilden. Mm-hmm. Ja, want ik heb de volgende vraag. Hoe belangrijk is het geloof bij jullie daarin? Nou ja, ik denk dat een heleboel mensen zeggen, kijk, ik ben 22, allemaal 29. En dan zijn mensen van, ja kom, moet je überhaupt nog allemaal trouwen? En zeker op die leeftijd. Ik zie het probleem niet eerlijk. Wij ook niet. We vinden elkaar heel leuk. Ik ga niet iemand wijsmaken dat ik niet met Amber zou willen gaan trouwen. Ja. En dan kun je wel doen van, ja nee, ik weet het nog niet hoor. En moet nog even wachten. Maar ja, dat was gewoon niet meer zo. En we vinden het allebei wel heel belangrijk dat daar een bepaalde zegen op komt. En ja, het kerkelijk huwelijk hebben we het nu over. Ja, dat inderdaad. En om die, en om die ook te vragen in een kerkelijk huwelijk. Ja. En daar hoort een hele mooie ceremonie met een burgerlijk huwelijk ook bij. Ja. Gaat de kerkelijke zegening boven het burgerlijk? Burgerlijk is wettelijk, dat weet ik wel, dat moet. Ja, ja. Maar... in dit geval denk ik... Hij wordt gelachen, dat is goed. wij zouden het een niet zonder het ander doen, denk ik. En wij kenden allebei de mensen die dat voor ons deden. Dus dat maakte het ook wel heel mooi. En dat maakte ook dat we het heel graag op dezelfde dag wilden. Zodat mensen overal bij waren. Ja, dat snap ik. Heel de meute mee kon hebben. Amber kende de ambtenaar van burgerlijke stand dan heel goed. Ik heb nog filosofie en godsdienstles gekregen van de priester die ons heeft getrouwd. Mm-hmm. En op die manier kun je allebei iemand meenemen die je ook persoonlijk gewoon goed kent. En dan is het niet of maar een priester die dienst moet doen, of maar een ambtenaar die ook maar even krabbel moet zetten en een soort ingestudeerd stuk doet. Nee, okay. Dan is het heel persoonlijk. Het wordt heel persoonlijk. Dat is ja, nee, en dat is dan ook het mooie eraan. Ja, en het kerkkoor kwam dan weer van bij mij uit kerk. Ja. Dus die waren ook allemaal van Tilburg naar het Leurgereis. Jij straalt altijd, hè, Amber? Straal je nou de hele dag? Ik kan hier de airco aan aanzetten. Nou, ik vind het mooi. Ik vind het heel fijn. Leuke dingen. Dus ik zie graag bij je mensen. Ja, leuk toch? Iets anders nog. Straks gaan we een plaatje draaien. Dan praten we daarna nog even door. Anders duurt het natuurlijk weer te lang. Jullie zitten hier nu bij ons. Dat is leuk. Media aandacht. Op lokaal niveau, maar ook landelijk. Jos is ook iemand die weet hoe die met de media omgaan. Hoe vond je dat? Want jullie hebben veel in de media gestaan. Je hebt dit gehaald. Je hebt bij Paul gezeten, hebben we het over gehad. Of voor het andere gaan we het zo over hebben. Kunnen jullie er goed mee omgaan? Of krijgen jullie wel eens verwijs van, ben je nou weer in de krant en je staat weer daar? Of dat soort dingen. Vroeg ik me zo af. Ik denk voor mij, en Amber moet het helemaal voor zichzelf beantwoorden. Ik denk dat je inderdaad heel goed moet bewaken dat bepaalde dingen die je doet, dat die niet uit worden gelegd als, oh ja, nee, dat zal hij wel weer doen om in de krant te komen. Ik heb dat natuurlijk net iets makkelijker, omdat ik probeer hier natuurlijk wel vaker de media te halen. Maar ja, zolang
de dingen die ik doe, de persberichten die ik verstuur en ook de acties die ik onderneem om nieuws te maken nog bijdragen aan een groter geheel, dan is het goed. En wij hebben bijvoorbeeld geen... Ze dienen een zaak, neem ik aan. Nou ja, dat hoop ik in ieder geval. Ja. En uiteindelijk zit de jury daar buiten en die stemt wel of niet op me. Ja. Nou, de zon schijnt er waarschijnlijk, is heel positief gestemd. En voor ons huwelijk hadden we ook wel, kwam er een journalist van de PZC. Mm-hmm. En toen dachten we wel van, goh, wie is die fotograaf toch die wij niet hebben uitgenodigd? Oké. Ja, maar bedoel, je hebt het gewoon door laten gaan. Want dat is, je kunt ook zeggen van, ho, stop ermee, dat gaan we niet doen. Nou, hij stond al halverwege het altaar foto's te maken. Dus dat was een beetje zo bijna met de verkeerde getrouwd zijn, zal ik maar zeggen. Ja. We gaan zo doorpraten. We gaan over de zaken praten waar Amber het ook heel druk mee gehad heeft. Je mag er gerust bij blijven zitten, Jos. Je bent van harte uitgenodigd. Deze plaat is niet uitgekozen, het is puur toeval.